Kenny Teten, geboren op 9 oktober 1995 in Amsterdam, genoot zijn jeugdopleiding bij Ajax en brak uiteindelijk door en maakte een mooie transfer naar Lyon. Maar op 10 september 2020 kwam zijn droom uit. Fulham meldde zich voor de rechtsback en dus mocht hij zijn kunsten laten zien in de Premier League. Ik begon heel goed en ik raakte meteen geblesseerd na drie wedstrijden of zo. Maar ik was echt, ik gaf 2 assists achter elkaar en ik dacht van lekker man, op mijn plek. Ook hoe het spel ging en hoe de Premier League was. Ik dacht van ja, dit past echt bij mij. Dus ik was wel verdrietig dat ik geblesseerd raakte. Kwam ik terug en we stonden echt onderaan. We hadden volgens mij 10 punten in de winter of zo. En ik dacht van fuck, hoe gaan we dit doen? En uiteindelijk heb ik het wel goed gedaan. Maar je degradeert. En dat zien mensen. Dan is het toch een zure nasmaak, weet je? Ja, ik bleef nog een jaartje in de Championship. Ik wist dat het zwaar zou worden. En eigenlijk hetzelfde verhaal na 3 wedstrijden. Lag ik er weer 3,5 maand uit. Jammer genoeg. Ik mezelf teruggeknokt. Kampioen geworden. En ja, nu een geweldig seizoen waar we in de Premier League blijven. Dus als ik eigenlijk terugkijk, dan. Ja, ik vind het wel mooi eigenlijk wat ik allemaal heb meegemaakt met ups en downs. Wat zijn nou dingen die je met name hier hebt geleerd? Ik ben gewoon echt verdediger hier. Eigenlijk in Nederland ook. Ik had het gevoel dat het niet altijd werd gewaardeerd. En dat je veel meer andere dingen moet doen. Als aanvallen, voorzetten geven. En dat moet ook en dat klopt ook. Maar ik denk dat ik hier echt heb geleerd dat ik lekker dicht bij mezelf moest blijven. En gewoon moet doen waar ik goed in ben. En niet wat andere mensen zeggen dat ik moet doen. Want iedereen heeft goede en slechte punten. En het is gewoon heel belangrijk dat je eigen goede punten gaat waarderen. Ik denk zeker dat ik me heb ontwikkeld als ik kijk. Ik denk dat ik het altijd al kan. Ik denk dat ik soms. Ik denk dat ik me ook heel erg als mens heb ontwikkeld. En hoe ik dingen nu bekijk. Ik was vroeger als ik bij Ajax speelde en dingen zei van ja, maar hij ligt alleen maar op de grond en hij kan alleen maar slidings maken. Dat ik dat meenam in mijn keuzes in het veld. Klinkt gek. En mensen zeggen je leest het niet, je leest het wel. Ja, nee, je hebt je scheid aan. Nee, je hebt er geen scheid aan. Weet je, dat is zo grappig. En ik denk dat ik ook met teamgenoten met wie ik samen heb gespeeld en die altijd zeiden van ja, gewoon scheid aan hebben, gewoon gaan. En hoe je ouder wordt en nu, hoe je ziet dat ook jou, mijn basis sterker wordt met mijn kleine, met mijn vrouwtje en mijn familie, dat het allemaal dan nu op een gegeven moment allemaal in elkaar valt. En daar ben ik gewoon blij mee. Zoals gezegd brak de geboren Amsterdammer door bij zijn club Ajax. De lessen die hij daar heeft geleerd, van de jeugd tot Ajax 1, zullen TT altijd bijblijven. Ook toen hij naar Lyon vertrok en het daar niet makkelijk had. Heel veel. Ik denk als je door de Ajax jeugdopleiding, als je die helemaal hebt door gelopen, dan kan je eigenlijk bijna alles. Ook technisch. Ik zeg niet dat je gekke akkas en dit soort dingen moet doen. Maar je hebt gewoon altijd een basistechniek. Dus dat zie je gewoon altijd terug. Je zal altijd. Dat blijft er altijd in zitten. Ja. Ja. En heb je het ook wel eens met andere jongens over? Of tenminste, want weet je, als je van Ajax komt. Zeker. Ze zien het ook. Ze zeggen het ook, hè? Ja? Ja, je kan dat gewoon. Ze zeggen van de Nederlandse school en vooral Ajax met basistechniek en hoe wij voetballen. Dat kan je gewoon. Dat zie je gewoon terug. Als je vergelijkt met jongens in mijn team. En dan zeg ik, is het niet om. Maar die basistechniek is echt heel bij Ajax. Die jonge jongens hebben een betere basistechniek dan hun. Ja. Maar, dan kom je het weer. Het gaat niet allemaal om basistechniek. Kom veel meer bij kijken. Nee. Dus dat is ook weer iets wat goed is om nu mee te maken van de andere kant. Ja. Het gaat niet allemaal om. Tuurlijk, aannemen is belangrijk en is belangrijk. Maar er komen nog veel meer dingen bij kijken. Nou, en ik denk dat die dingen dan voornamelijk aan het licht kwamen toen je naar Lyon ging. Ja, was in het begin, ja, was echt wennen. Was moeilijk. Was echt moeilijk. Ja, mensen onderschatten dat denk ik, of niet? Ja, zeker. Want je gaat daar dan toch naartoe. Het was niet het plan om eigenlijk meteen om weg te gaan. Maar op een gegeven moment, ik was onhoudbaar. Moest verkocht worden. En, je weet hoe dat gaat. En het was ook niet erg. En ik had nog een keuze om naar Crystal Palace te gaan of naar Lyon te gaan. Het was gewoon echt anders qua cultuur. En een hele mooie kant, hè. Echt lunchen, heel warm. Laten we zeggen, als mijn moeder kwam, kon ze gewoon mee eten met lunch met al die jongens. Weet je. Het was echt heel warm. Kinderen kwamen naar de trainingen kijken of
families waren daar. Dus dat was wel echt heel fijn. Het heeft me ook heel veel mooie dingen gezien. Maar het was ook, ik heb het ook heel moeilijk gehad. Vooral de eerste 6 maanden speelde ik alles en ik deed het echt goed. En op een gegeven moment kwam ik op de bank. Vooral mijn tweede seizoen. En dan speelde ik opeens wel, dan speelde ik niet. En het was gewoon, ik moest nog een paar wedstrijden met tweede meespelen. Dan had ik weer een akkefietje met de trainer gehad. Maar ja, het heeft me wel ontwikkeld als persoon. En ik ben nu, ja, ook zonder dat. Ik ben daar zo erg gegroeid als ik ben daar echt gewoon een man geworden eigenlijk. Ja, en over een man gesproken. We hadden het net toen de camera nog niet aan stond. Ja. Leven over. Je hebt daar met Memphis natuurlijk. Ja. Hoe was dat om met hem op te trekken? Was vet. Oh, was vet. Ik laat je zelf wel. Je begint al te lachen. Nee, was vet. Omdat ik heb gewoon heel veel. Ik heb echt van dichtbij. Dus in mijn eerste seizoen, toen ik best wel veel speelde, speelde Memphis niet altijd. Hij speelde wel en dan had hij ook wel wat met de trainer. Dus speelde hij niet, zat hij niet eens bij de selectie. En dat was volgens mij in oktober of zo. En uiteindelijk knokt die gozer zich gewoon terug en wordt hij topscorer van het team. Dus hij was ook een van die jongens die altijd tegen me zei, je moet niet naar luisteren. Ja, ik heb super veel respect voor hem en hij heeft me echt heel veel geleerd gewoon scheid hebben aan alles en gewoon gaan. Waar zijn vriend Memphis tot de vaste selectie van de Nederlands elftal behoort, wacht Tete sinds maart 2021 weer op een oproep van de bondscoach. Onlangs vloepte de verdediger er nog uit dat Koeman met zijn ballen speelt. En daar kijkt hij op deze manier op terug. Nou ja, ik ben een winnaar en ik wil graag bij het Nederlands elftal zitten natuurlijk. En ik denk dat ik een goed seizoen draai. Dan ben je natuurlijk wat teleurgesteld. En dan vind ik het niet, is het niet per se, is ook geen aanval of zo. Ik denk dat ik een grote jongen ben. Ik heb heel veel respect, ik denk van beide kanten. Dus ik denk dat ik, misschien was het niet op het juiste moment. Natuurlijk, je hebt net verloren en dan zeg je van die dingen. Maar ik denk dat het niet iets verkeerds is. En het is ook niet een aanval of iets. Het zijn gewoon keuzes. En ik wil er gewoon heel graag bij zitten. En ik heb altijd een hele fijne band met de bondscoach gehad. En that's it. Ja, ik was bij die persconferentie. Dan merkte ik ook dat Ronald Koeman zelf ook zoiets van, nou ja, ik ga goed met Kenny en we zijn oké. Okay, dus. Ja. TT zei, ik heb het gevoel dat er met mijn balletjes werd gespeeld. Zei hij in een interview. Ja, heb ik niet gezien en niet gelezen. Ik denk dat Tete, als hij op één iemand niet kritiek moet leveren, dan ben ik dat. Want volgens mij in mijn vorige periode, buiten al zijn blessures die hij toen kreeg, was hij echt wel in beeld. En dat was hij nu ook weer, omdat hij gewoon sinds lange tijd ook gewoon weer ieder weekend speelt. Maar er zijn ook andere spelers die geselecteerd zijn die op die positie heel goed kunnen spelen. Maar ben jij rancuneus? Heeft het dan invloed op zijn volgende eventuele? Nee, dat, ik ben niet zo rancuneus. Nee, iedereen mag zeggen wat hij denkt binnen een bepaald kader. Maar misschien ga ik hem even bellen na deze periode om te vragen hoe hij erin staat. Want ja, graag of niet. Dan, het is ook niet dat ik arrogant wil zijn of dat ik dit, maar ik wil, ja, ik denk, ja. Oh, jammer, weet je. Ja. Ja, maar goed, daarna nog even gebeld. Of hoe gaat dat dan? Ik weet het niet. Oh nee, ik heb hem niet meer gesproken. Ik denk dat hij best wel druk was met alle dingen. Ik ben zelf ook super druk, dus misschien komt het nog. Maar ik zit daar ook niet op te wachten. Nee? Weet je, nee, niet. Verre van. Weet je, en tuurlijk kan ik wel nadenken van, ja, waar sta ik op die lijst? Zit ik er dicht tegen? Ah, maar wat voor zin heeft het dan? Waarom zou ik nadenken over dingen die ik niet... Het enige wat ik kan doen is mijn best doen hier. Elke week is het stadion daar. Dat is het enige wat ik kan doen. Ja. En als dat niet genoeg is, ja, we... Nee, je hebt helemaal gelijk. Ja, ik kan wel hoog of laag gaan springen en vragen, ja, wat sta ik, moet ik beter doen, moet ik dat doen? Ja, nee. Dat is tuurlijk, zou je dat ook wel willen weten. Nou ja, kom op.